Goedenavond allemaal. Ik ga ervan uit dat de samenleving institutioneel racistisch is. Ik ga er ook vanuit dat jullie je al links van links bevinden en willen dat links naar links gaat. Daarom ga ik er ook vanuit dat jullie het met me eens zijn dat niet alleen rechtse, maar ook linkse politieke partijen een antiracisme probleem hebben. In mijn bijdrage wil ik ingaan op de vraag tot welke politieke positionering de analyse van ras en klasse ons moet brengen. Met iets andere woorden, hoe vertaalt de analyse van ras en klasse zich tot een linkse, antiracistische politiek? En ik zal kritiek leveren op het dogmatisme van linkse gevestigde partijen, op politieke projecten die re-racialiseren binnen Nederlands antiracisme en projecten gebaseerd op onwrikbare en essentialistische identiteiten die inderdaad voor de kopieën vormen van een dominante, al eerder bestaande witte identiteitspolitiek. Ook zal ik kritiek leveren op de individualisering en moralisering van politiek waar Willem eerder al naar verwees, waar ik zelf met mijn micro-revoluties ook een bijdrage aan heb geleverd en lever. Maar ik begin bij het eerste, de gevestigde politieke partijen. De SP, met in dit geval Ewald Engelen in haar kielzog, lijken nog steeds uit te gaan van een marxisme van toen Marx nog leefde. Een marxisme 1.0, waarin productieverhoudingen centraal staan en raciale verhoudingen als secundair worden beschouwd in de analyse. Eerst klasse, dan ras, zeggen ze. Maar klasse is constitutief voor ras en etniciteit. Ze staan in een directe relatie. Het argument is ook dat het niet strategisch zou zijn om te focussen op antiracisme. Het zou namelijk afleiden van de strijd, met hoofdletters, tegen het grootkapitaal. De strijd met hoofdletters doet echter voorkomen dat de klassenstrijd in strijd is of tegenstrijdig is aan de strijd tegen racisme. Zo wordt het ook wel moeilijk om de relatie tussen beide eenheden zichtbaar te maken. Maar net zo min linkse partijen de arbeiders, dat wil zeggen een gemythologiseerd en archaïsch idee van witte arbeiders niet weten te mobiliseren op grond van klassensolidariteit, is het onwaarschijnlijk dat de strategische keuze om economische thema's te centraliseren migrantengroepen weet te mobiliseren. Daarbij is de klassenstrijd of zijn klassenposities niet vrij van identiteit en identiteitskwesties. Klasse is ook een belichaamde positie, stelde Stuart Hall. Ook de arbeidersklasse of de klassenstrijd organiseert rondom een identiteit. Het is dan ook gek om de structurele, marxistische analyse van onderdrukking en uitbuiting te begrijpen buiten de geleefde, collectieve ervaring van arbeiders zelf. De vraag is dus hoe ras en klasse met elkaar verenigd kunnen worden. Toch werden die verbindingen in het verleden al gemaakt en worden ze trouwens ook nu nog steeds gemaakt in Nederland. Ik ga alleen een uitstapje maken naar de VS. Zowel Martin Luther King, Malcolm X en ook Stokely Carmichael legden verbindingen tussen de strijd van zwarte Amerikanen en de witte onderklasse in de VS. In zijn politieke speech, Who is Qualified, zei Carmichael bijvoorbeeld dat de witte onderklasse ook niet qualified is. W.E.B. Du Bois stelde dat de witte en zwarte arbeiders dezelfde belangen hebben, maar tegen elkaar werden uitgespeeld. Amerikaanse communisten en ook Surinaamse communisten in de jaren 60 wezen op het risico van wit chauvinisme als een spelbreker tussen witte en zwarte arbeiders. Die connectie is dus niet nieuw, is wat ik probeer te zeggen. Alleen wordt die verbinding nog steeds niet gemaakt in het hoofd van belangrijke mensen binnen de linkse partij, politieke top. Ik ga over naar mijn tweede thema. En dat is een politiek gebaseerd op identiteiten. Het is mijn standpunt dat de thematisering van cultuur en identiteit, dat antiracismebewegingen in zekere mate hebben overgenomen, een bredere sociale beweging vleugel lam maken. We zijn binnen politieke bewegingen zwart en wit gaan begrijpen als daadwerkelijke biologische categorieën. Als iets
wat iemand is. Maar zwart en wit zijn wankele sociale categorieën. Het is natuurlijk een academisch cliché om dit te zeggen. Racisme is een sociaal construct. Ze zijn het product van sociale en niet van biologische processen. Toch zien we het lichaam weer of nog steeds als identiek aan identiteit. Witheid en zwartheid zijn sociale en politieke formaties die in een historische context moeten worden begrepen, waarin sociale relaties specifieke posities produceren. Dat wil niet zeggen dat we van het individu terug naar structuren kunnen redeneren. Dan zouden we immers het lichaam en fenotypische verschillen als een directe vertaling zien van de structuren. Het lijkt mij evident dat die positie niet houdbaar is, gezien de oneindige posities van zwarte en witte mensen in de samenleving. En het mag duidelijk zijn dat ik de begrippen als politieke categorieën opvat. Identiteitspolitiek in de metaforische zin verbeeldt een gemeenschap van gelijkgezinden, van lotsgenoten van benadeelden. Omdat politiek een persoonlijke afslag heeft genomen, zijn vragen over wie we zijn en wie ik ben belangrijk geworden. Het persoonlijke moest politiek, omdat het persoonlijke politiek is. Identiteitspolitiek maakt het eigen lichaam de belangrijkste strijd en vertaalt zich in een politiek van het eigen lichaam. De gelijkschakeling van het persoonlijke en het politieke heeft echter onvoorziene excessen geproduceerd. Als racisme naast institutionele ook persoonlijke dimensies omvat en als individuen structuren in stand houden, dan verschuift schuld onvermijdelijk naar individuen. Leg dan nog maar uit dat individuen niet schuldig zijn en tegelijkertijd niet helemaal vrij van onschuld. De claim dat het politieke, dat het persoonlijke politiek is, heeft ook een flinke impuls gegeven aan het hedendaagse privilegedenken. Seksisme en racisme hebben gevolgen op groepsniveau. Toch ontslaat dat, als een politieke strategie, individuen niet van de verantwoordelijkheid om zich hiertegen te verzetten. Hoe het structurele zich in het alledaagse vertaalt, hoe in ontmoetingen tussen mensen het algemene zichtbaar wordt, krijgt dus belang. Sociaal activisme vertaalt zich op deze manier naar iemands levensstijl. Dit verwoordt ook een liberaal antiracisme dat individuen verantwoordelijk houdt voor uitsluiting en marginalisatie. Racisme wordt zo gedehistoriseerd en ontdaan van zijn context. Het verwoordt een antiracisme dat door naming en shaming en moralisme mensen binnen boord poogt te houden. Maar dergelijke religieuze technieken om te modelleren en mobiliseren stuiten begrijpelijkerwijs op weerstand. Deze invulling van politiek handelen baande de weg vrij ook naar een schandpaal politiek en sociale bewegingen, een call-out culture, een elkaar de maat nemen, een geestdriftige zoektocht naar hypocrisie en mensen die zuiver op de graad zijn. Authenticiteit, waarachtigheid, oprechtheid werden bouwstenen voor een geloofwaardige politiek. Het kan ook niet anders als politiek zo persoonlijk wordt. Analyses naar machtscentra in de samenleving werden vervangen door karakterologische inspecties van individuen. Institutionele analyses ingeruild voor zelfonderzoek en checking privilege. Kritiek naar boven door horizontale kritiek, nee, zelfs kritiek naar beneden. Wie er echt de lakens uitdelen wordt verdoezeld en ververst voor nabije vijanden die minder in de melk te brokkelen hebben. Wie afwijkt van dogma's en regels krijgt lik op stuk en wordt de oren gewassen. Identiteitspolitiek, zo is mijn argument, draagt een essentialistische reflex in zich. De groep of gemeenschap wordt voorgesteld als een stabiel en coherent gegeven en de identiteit van de groep als onveranderlijk en natuurlijk. Essentialisme impliceert naturalisering. Het stelt het veranderlijke voor als onveranderlijk, het contingente als deterministisch, het instabiele als stabiel en het gefragmenteerde als coherent. De pluriformiteit van een groep of gemeenschap wordt miskend voor politieke doeleinden. Spreken namens of voor een groep brengt immers gewicht in de zaak. Maar wie zich beroept op een verbeelde gemeenschap van gelijkgezinden, doet die gemeenschap tegelijkertijd ook geweld aan. Wat is dan een mogelijk alternatief?
hoe moet links naar links? Ten aanzien van de gevestigde politiek lijkt mij het antwoord vrij duidelijk. Dat eerst die connectie en die verbinding tussen klas en ras gemaakt moet worden. En dat links antiracisme serieus neemt. Toch beschouw ik het als weinig radicaal om ons druk te maken over de grenzen van groepen. Over wie goed in de leer is, over wie er wel en niet bij hoort. Een radicale politiek zou zich naar boven moeten richten, naar instituties en naar hardnekkige patronen. En is minder bezig met het wegjagen van potentiële medestanders. Een politiek van vloeibare identiteiten en politieke leiders die identiteiten demonteren. De huidige interpretaties van identiteitspolitiek in metaforische zin staan eenheid, solidariteit en het opbouwen van brede maatschappelijke bewegingen in de weg. De blik is verlegd van een complexe en gelaagde institutionele benadering van racisme naar een vereenvoudigde individuele benadering. Antiracisme is niet noodzakelijkerwijs anticapitalistisch. Ik ben het hier dus ook oneens met Willem. Antiracisme zou wel anticapitalistisch moeten zijn. We moeten in ieder geval voorbij een naturaliserende lichaamspolitiek dat mensen immobiliseert en vastlegt in een matrix van verschillende ankers en assen van identiteit. En tegelijkertijd voorbij een universele politiek dat gulzig gemarginaliseerde groepen binnengroepen verorbert, verteert en vervolgens uit het lichaam verwerkt. Particuliere ervaringen worden gehoord en serieus genomen, maar tegengesproken als ze onjuist blijken. Een radicale politiek zit in de weg van politieke projecten die racialiseren, die nieuwe raciale ordeningen en hiërarchieën in het leven roepen. En het is mijn droom in ieder geval dat die bredere, inclusieve beweging ook mogelijk maakt dat mensen vanuit hun verschillende identiteitsposities zich inzetten voor de strijd van anderen. Een politiek project gebaseerd op tolerantie, openheid en pluralisme, met aandacht voor verschillen, zonder deze in beton te gieten. Dankjewel.